Dan volgen nog overwegingen over de vordering van de benaderde partijen. En komt de rechtbank tot de volgende uitspraak. 25 jaar cel, dat is wat de 41-jarige chef R. krijgt in de zaak van het vermoorde echtpaar uit Aduard. De straf is lager dan de eis, want het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog 30 jaar. De rechtbank kiest voor een lagere straf omdat zij moord niet bewezen acht. De moord op het echtpaar werd vorig jaar maart gepleegd. Hun ontzielde lichamen werden gevonden in het Hoendiep. De officier van justitie heeft zijn eis klaarblijkelijk gebaseerd op wat de officier bewezen zou achten, namelijk moord. Terwijl de rechtbank de moord niet bewezen acht, maar wel de gekwalificeerde doodslag. Waar blijkt het uit dat het geen moord is geweest? Nou, de rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de verdachte in voorbedachte raad heeft behandeld. En dat komt er in feite op neer dat wil je voor moord veroordeeld worden, dat vast komt te staan dat de verdachte na enig nadenken, na een kalm en rustig beraad zoals dat heet, de daad heeft overwogen en toen deze heeft uitgevoerd. Nou, dat is nou niet in de visie van de rechtbank vast komen te staan. De mogelijkheid blijft open dat de verdachte op het bootje impulsief in een gemoedsopwelling heeft gehandeld. Het echtpaar uit Aduard wilde aan het begin van vorig jaar hun boot de Milo verkopen. Op maandagmiddag 4 maart hadden ze een afspraak met een mogelijke koper bij deze aanlegstijger aan de UT Delphiaweg in Hoogkerk. Tijdens een proefvaart die richting de stad voerde is het helemaal misgegaan. De man en de vrouw werden met een zwaarkantig voorwerp neergeslagen. De lichamen werden vervolgens overboord gegooid. In dezelfde week kon de politie een verdachte aanhouden die tot op de dag van vandaag ontkend heeft iets met de zaak te maken te hebben. Dat maakte het voor het Openbaar Ministerie tot een complexe zaak, maar het gevonden bewijsmateriaal leidde naar de verdachte. Zoals de rechtbank heeft vastgesteld, lijkt het erom dat het de verdachte te doen was om op het bootje voor niks onder zich te krijgen. Dus dat geldelijk gewin heeft de rechtbank gezegd. Dat zou je dat kunnen zeggen, hè? Want zo'n bootje vertegenwoordigt natuurlijk een economische waarde. En dat laat zich uitdrukken in geldelijk gewin, dus het is inderdaad om er beter van te worden. Behalve de 25 jaar gevangenisstraf moet de dader 16.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Voor Nederlandse begrippen is het een forse straf. Dat is een stevige straf. Die heeft de rechtbank opgelegd omdat het natuurlijk een stevige gedraging is. Er zijn twee slachtoffers te betreuren. Die zijn op een afschuwelijke wijze, zo heeft de rechtbank ook vastgesteld, op het leven gebracht. En dat om zich het bezit van het bootje te verzekeren. De veroordeelde chef R. kan de komende 3 maanden in hoger beroep gaan. De advocaat van de verdachte acht de kans groot dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.